Bij de bekende breuk gaan we een formule omschrijven. Hiervoor heb ik een willekeurige formule genomen. We vervangen de letters door getallen, in dit geval 3, 6 en 2. Die kun je op een andere manier neerzetten, dat er een goede som ontstaat, en dan verandert dus ook de formule mee. De letters en de cijfers blijven aan elkaar gekoppeld. Ook die andere som kun je maken, 6 is 2 keer 3, en je ziet dat je dan de u kunt berekenen. Nog even op een rijtje, daar komen de drie formules. En als we de drie formules dan naast elkaar gezet hebben, heb ik daaronder neergezet welke getallen daar zitten. De u blijft bij de 6, de i bij de 2 en de r de 3.